Nou ja, ik kijk hier rond. Ik sta in een nieuwe tentoonstelling in een galerie getekend van mevrouw Gan Bodenhausen. Een kunstenares die mij volkomen onbekend was. Maar zoals zien we vaker, en dat vind ik het leuke hier in deze galerie, je wordt alweer verrast door wat je niet kent. Ja, waar kijk ik naar? Ik denk dat ik de kunstenares het beste zelf kan vragen. Ik zie tekeningen, werk op papier. Mijn erg focus op structuur. Wat mij opvalt is, ik zie niet eens een getekende lijn. Hè? Vaak denk, en bij tekeningen denk je aan de lijn. Ik zie je structuur, ik zie je vorm, ik zie je licht en schaduw. Maar misschien zie ik dat wel helemaal verkeerd. Nou, ik denk niet dat het verkeerd omschreven is. Ja, ik zie niet veel tekenlijn. In die zin, bij tekening verwacht je natuurlijk het gebaar, de streek. En ik zie veel meer opgebouwd in korte asseringen, korte bewegingen. Vertel er Ja, eens wat het over. Hoe zijn. maak je het? Wat is je techniek? Nou ja, ik teken dus voornamelijk met grafiet. Ja. Potloden. En inderdaad, de lijnen, er zitten natuurlijk wel lijnen in. Ja. Maar omdat ook vooral bij het wat grotere werk zijn het eigenlijk meer vlakken, kleine vlakjes die aansluiten op elkaar. En die eigenlijk op een hele organische manier zeg maar het beeld vormen. En nou ja, als ik zo teken, dan. Een soort wisselwerking van wel controle hebben op die structuur en soms ook weer niet. Dus soms laat ik het ook gewoon gebeuren. En ja, er gebeurt een soort verrassing en daar reageer je weer op. Dus aldoende, het is niet dat ik van tevoren precies weet wat het eindresultaat zal zijn. Maar wel, ik heb wel een basis. Ik werk soms ook vanuit, ja, ik bezoek landschappen. Ja. Ik fotografeer ze ook. Zo'n foto uiteindelijk gebruik ik wel als een soort uitgangspunt. Maar combineer die ook eigenlijk met een soort mentale herinnering van wat dat stuk landschap met mij heeft gedaan, wat voor Oké, gevoel het maar uitslaat. je bent in het landschap, je maakt foto's, daar ga je mee naar je atelier en die foto's die zijn min of meer uitgangspunt en vervolgens begin je. Ja, dus ik heb ergens wel een soort Referentie. werkelijkheid nodig. Ja. Maar die combineer ik ook met een iets wat ja, een soort intern gevoel, zeg maar, een mentaal gevoel. Wat dat landschap voor mij betekent op dat moment. Of wat ja, zonder dat ik het direct wil benoemen ook. Ja. Want dat zit in die tekening, dat zit in die structuur eigenlijk. En nou ja, wat ik heel interessant vind van landschappen is. Dat het op een of andere manier, het heeft voor mij zo twee kwaliteiten. En dat is een soort, ja, een soort twee soorten mentale landschappen. Dus een soort extern en intern. En die externe, dat is meer, zeg maar, of je hebt verschillende soorten uitzichten ook als je naar een landschap kijkt. Dat is zeg maar de verte, dat je meer overzicht hebt, dat je op een berg staat en. Panoramisch. Ja, panoramisch ook. En dat je heel erg inzoomt en eigenlijk bijna verdwaalt. Ja, nou ja, wat ik zelf mooi vind aan zo'n tekening is dat je natuurlijk je verdwaalt in die structuren, wat het iets heel abstracts maakt. En tegelijkertijd zie je ja, landschap, het kunnen bergketens zijn, kan van alles zijn. Maar op dat snijvlak van figuratie en abstractie vind ik dit een heel mooi beeld. Ook is een vlakverdeling, dus. Ja, dit is mijn ene tekening waar ik echt van onder de indruk ben. Vooral ook die ritmiek, die accenten die erin zitten, die toch op het hele vlak meedoen, compositorisch. Dus ja, ik vind het erg geslaagd, hoe zeg je dat? Ding. Werk. Ja. Ja. En dit is veel landschappelijker, hè? Je bent veel dichter bij je onderwerp gebleven. Ja, dat klopt. Ja, ik wissel dat ook wel af in tekeningen. Ik heb me verdiept in grafiet, het materiaal is waar ik mee werk, zeg maar. En ben ik helemaal teruggegaan in de geschiedenis, dus ook echt fysiek ben ik naar het Lake District geweest, het landschap
waar die grafiet is gevonden, ergens in 1500 door herders. Een boom die was omgevallen door de bliksem en daar zijn brokstukjes grafiet boven gekomen. Ja. En ze begonnen dus die steentjes te merken met, of schapen te merken met die stenen. En dus vandaar dat is een hele industrie ontstaan. En ik ben naar die mijnen geweest in het Lake District en heb daar echt het pure materiaal grafiet. Ik ben echt in de berg gegaan met behulp van een gids. Het is een soort beschermd gebied. Dus je kan er niet. Het is gewoon een gat in een berg. Dus het is niet echt een mijn met een grote opening. En het is uitgeput. Dus daar komt gewoon niemand meer. Af en toe ligt er een schaap ergens die daar in zo'n gat is gevallen. Maar is daar nog wel grafiet te vinden? Daar is grafiet te vinden, alleen niet meer zo. Heb je zelf gedolven? Nou, het lag gewoon resten, ja, heb ik meegenomen. Okay. En heb je ook mee getekend weer? Ja, ik heb daar uiteindelijk ook weer mee getekend. En heb ze, ik heb ze uitgestald in mijn atelier. Die grafiet die je vindt, die je gebruikt, geeft dat dan ook verschillende nuances in het tekenen? Toon? Of is grafiet grafiet? Grafiet heeft heel veel tonen, maar er is natuurlijk een door wetenschappers uiteindelijk. Is die grafiet, die is gecombineerd met een soort bindmiddel en met klei. En ja. Dus een hele ontwikkeling in het potlood natuurlijk. Ja, waarin je dus alle verschillende hard- en zachtheden. Maar het pure grafiet? Het pure grafiet, ja, daar heb ik dus mee geëxperimenteerd met die stenen. En, maar dat zijn werken die hier trouwens niet hangen nu. Daar heb ik mee, als het ware, heb ik die steen steeds op het papier laten, of geduwd. En die steen laat dan steeds een spoor achter. En dan is daar ergens een ritme in ontstaan, waarin die steen me eigenlijk een soort wisselwerking tussen de controle die ik heb over die steen. En die steen laat zien wat die nog achterlaat. Ja. En nou ja, het is weer een soort nieuwe manier van werken. Nou, het zegt ook heel veel over jou als kunstenaar. Dat jij bent niet meer zo'n tekenaar dus, maar je wilt weten waar je mee werkt. Dus je verdiep je in je materiaal. En in wat je met je materiaal kunt doen. Een klassieke manier van werken. Hè? Die je eeuwen geleden tegenkwam bij schilders, et cetera, tekenaars. Ik heb dan bijvoorbeeld een beeld. Wat ik dan als basis gebruik. Ik haal daar de kleur uit. Ik bewerk de foto zo dat er een bepaalde structuur overblijft. Je gaat uit van de structuur van de bewerkte foto. Foto, dat is voor mij niet het werk. Nee, dat is een middel om ergens houvast te hebben. Hulpmiddel. En die structuur is vaak zo gedetailleerd of zo. Eigenlijk kan ik het niet tekenen. Precies. Dus het is wel dus een uitgangspunt. En dus als ik het ga tekenen, dan draag ik mezelf uit in van in hoeverre. Wat blijft daar over? Wat je dus doet met je tekenen is toch het benaderen van wat je in die foto hebt vastgelegd. Het benaderen, maar wat ik eerder ook vertelde. Ik combineer iets uit de werkelijkheid. En ik combineer dat met iets wat een soort mentaal gevoel. Ja. Dus... Ik vind dit ook mooi, ik weet niet wie dit opgehangen heeft, maar dit geeft natuurlijk meteen aan hoe je werkt en hoe je denkt. Buitenwereld, binnenwereld, figuratief, wat meer abstract. Dit is toch heel anders. Hier zie je duidelijk landschap. Als je er dichter op staat, zie je die structuren. Maar dit is veel meer, gaat veel meer naar de structuur. Ja, dan zit je bijna in de steen. Ja. Dus dat is ook soms hoe het voelt, dat ik bijna in de steen kruip. En dan weer, wat ik heel mooi gedachte vind, is, of me mooi vind om mee bezig te zijn, is ook de tijdspannen waar we nu als mensen in leven. Hè? Dus eigenlijk maar een heel kleine tijdspan. Daarvoor is heel veel gebeurd. Dus als je aan de geologische geschiedenis denkt, dan kan je bijna niet bij in hoeveel miljoenen jaren daar verandering in het landschap, hoe het landschap zich heeft gevormd. Hoe die stenen zich hebben gevormd en al die structuren, die lagen die daarin zich hebben gevormd. Wij zijn maar zo'n klein stukje nu. Ja, en je absorbeert wel wat er vroeger is gebeurd. Ja, ergens vertelt die je hebt natuurlijk verschillende soorten tijden. Je hebt een soort gestolde tijd,
Dat kan je ook rotstijd noemen. Ja. En je hebt stroomtijd, dat is die tijd waar wij, dat kan je zo voelen als van er is een, ja, dat stroomt steeds door. En wij zijn dan maar een soort heel klein stukje van een waterdruppeltje in die rivier, zeg maar. Het stemt heel nederig. Maar ja, het is heel nederig, maar het is wel iets wat me bezighoudt. Van, ja. En ook dus nu in het Anthropoceen, dus deze de tijd waar wij leven. Maar als je dat zo zegt, hè, je bent maar een druppel op een gloeiende plaat, bij wijze van spreken. Als je in die landschappen loopt, fysiek, mm-hmm. beleef je dan? Want je moet ook een natuurervaring hebben als je daar bent. En je legt weliswaar iets vast in foto waar je later wat mee doet. Maar je eerste frap, je eerste begeestering moet in dat landschap zijn geweest. Wat beleef jij in dat landschap? Ja, heel verschillende dingen. Maar dat Lake District, wat ik mooi vind, het is natuurlijk een cultuurlandschap. Hè? Het is gevormd ook door ons. Ja. Er waren vroeger veel meer bomen. Ja. En het is natuurlijk allemaal dat is verbrand. En er zijn schapen geplaatst die alles kort houden. Ja. Er is heide ontstaan. Dat heb je ook hier in Nederland natuurlijk. De heide is ook door ons eigenlijk ontstaan. En wat ik ergens vind ik... Ik vind het ook... Ik denk van ja, we hebben zoveel invloed op dat landschap, maar ja, ook weer niet. En maar wat voel ik als ik daar loop? Wat beleef je? Je beschrijft het nu heel erg bijna, hoe noem je dat, op het mineraalniveau af, hè? Wat je onder je ziet, de geologische processen, et cetera. Maar heb je ook een bijna euforisch gevoel als je voor zo'n immens landschap staat. Ja, zeker. Het is heel raar, want het, aan de ene kant geeft het heel veel, soort heel veel rust en heel veel ruimte, vooral die uitzichten. Maar het is ook de volheid van structuur. Dus, en dat is op een of andere manier ook waar mijn oog zich altijd op focust. En je ziet de focus op het minuscule. Ja. De belangstelling voor dat materiaal zit er natuurlijk ook heel erg in. En tegelijkertijd dat immense, dat wijdse, wat in die tekening natuurlijk ook heel mooi zit, in de breedte. Ja. En in het perspectief, het verdwijnende element in die tekening. Nou, ik vind het interessant om erover na te denken. Ja. Waar bij mij dan, waarom die aantrekkingskracht heel erg is tot dat lege. Maar dat ik wel denk van, ja, het klopt misschien ook wel dat ik in mijn tekeningen ook altijd zoek. Ik heb een basisstructuur die heel erg, hoe zeg je dat, stromend is. Een soort herhalend, waar ik bijna in een soort trance kom als ik het teken, zeg maar. Maar er moet ook altijd iets zijn wat het onderbreekt of iets, misschien, en dat is in mijn geval ook wel vaak toch de menselijke toets aan het landschap, zeg maar. Dus iets, ja, daar zie je dan bijvoorbeeld die weg, die zeg maar weer een soort een ander element vormt dan wat het landschap zelf heeft gevormd. En daar zie je hoogtelijnen in een steen zitten. Op die manier zoek ik naar een soort balans van die twee.